zoek naar dan. U heeft een beetje tijdens de meeting daarnet heeft u zich echt vurig geuit en het ging om de internationale concurrentie. Kunt u daarop even ingaan? Waar het om gaat is dus dat al enige jaren er binnen de VN er wordt gereorganiseerd, waarbij dus de agencies samenwerken. En wat je dan krijgt is dat als het gaat om het verkrijgen van fondsen, zij dan ook heel agressief gaan zoeken naar fondsen om projecten te implementeren, om beleid te implementeren in ons geval dan lidlanden van CARICOM. En ze zijn dan in competitie, in concurrentie, een grote mededinging tussen dan wat je hebt, die VN-organisaties, dan heb je de regionale organisaties en de lidlanden. En omdat ze zo goed georganiseerd zijn, ze weten van elkaar waar de gelden zijn. En om te niet vergeten, het zijn namelijk de grote landen die de fondsen ter beschikking stellen van deze landen. Dus ze weten precies wat er bij IDB ligt, wat bij de Wereldbank ligt, wat bij UNICEF is. Ze weten ook wat onze prioriteiten zijn. En dan gaan ze heel agressief naar die gelden zoeken. Ja, en ze krijgen die gelden ook. En wat ze ook krijgen is dan wat ze noemen die management fees. Want als je goed implementeert, binnen een bepaald tijdsbestek implementeert, dan heb je een management fee die je dan ook krijgt. En dat is een zekere percentage. Soms is het 4%, soms is het 8%, 10%, 12% van het totaalbedrag. En dan moet u zich voorstellen, als dat miljoenen is, dan heb je een behoorlijk bedrag wat je dan overhoudt aan management fee. En dat krijgen dan de individuele landen, hebben dan die mogelijkheid niet. Ja? En het moet namelijk niet zo zijn dat voor diezelfde fondsen ja, er dan nu concurrentie is. Wat je ook krijgt, de VN-organisaties, zij kunnen niet implementeren in de landen. Dus ze hebben een zo, ik noem dat assistentie nodig van de lidlanden zelf. En het zijn dan de technocraten die eigenlijk die consultants moeten bijstaan. Die consultants alle tools moeten geven. Zodat je dan toch de zaken geïmplementeerd kan krijgen. En op de long term, omdat die consultants niet van jouw land zijn. Ze komen van een ander land. De gelden zijn niet van jou. Die krijg je van, of krijg je niet. Maar die zijn van die agencies, die sustainability, die duurzaamheid, dat heb je dan ook niet meer. Het is duidelijk gebleken dat bijvoorbeeld in Suriname was er een project met betrekking tot statistieken. Geld op, consultants weg, het bloed dood. En dat moet je niet hebben. We moeten toch wel wat overhouden. En als we dat geld niet krijgen, laten we tenminste onze mensen dan onder deze projecten getraind hebben. Zodat tenminste die mankracht, die manpower, die bemensing, die brain, die knowledge, dat tenminste blijft. Maar dat blijft ook niet. Want wat men niet weet is bijvoorbeeld de UN-agencies in Panama hebben ze een regionale consultancybureau of een organisatie. En als je dan consultants nodig hebt, dan gaat men van daaruit die mensen halen en dan worden ze naar de lidlanden gestuurd. En dat moet je ook weer niet hebben, toch? Dus vandaar dat ik dan die input heb gemaakt van dat we niet zo kunnen samenwerken. Ja, het moet een win-win zijn. Het kan niet zo zijn dat onze technocraten alleen maar die assistentie verlenen. En ownership, wanneer het gaat om het geld en ook wanneer het gaat om die capaciteit, ligt elders. Ja, het moet een min of meer, je moet een soort van een balans hebben. En dat is dan zo naar voren gebracht. En u zei ook iets van de SPS, en ik heb een beetje opgezocht, is de phytosanitary ja, measures. Dus dat ging, dat was met betrekking tot de economische groei, die integratie binnen onze regio. En het was naar aanleiding van de private sector die ook aan tafel zat. Wat je kreeg namelijk is dat wanneer er wordt onderhandeld, en dat zijn voornamelijk bepaalde landen die dan, je zou kunnen zeggen bijna dat politici onder druk komen te staan van de private sector.
En dan vraag je uiteindelijk af, maar wiens belangen worden behartigd? Is het van SEC van één private sector, entiteit? Of is het van het land? Is het van de regio? Ja? En we weten allemaal, als je kijkt naar de geschiedenis, het was cement, dan was het meel, dan was het boter, honing. Dan doksen, dan honing, noem maar op. En het punt is ook in onze regio dat men niet makkelijk, die trend is inmiddels gezet, maar men wil niet makkelijk naar de rechter stappen, hè, om geschillen juridisch opgelost te krijgen. Men prefereert, weet je, dat politici met elkaar praten en dan kom je tot de oplossing. En dat kan jaren duren. En inmiddels, you know, you forgo profit, want je leidt schade. Toch? Terwijl als je naar de rechter gaat, ja, je moet die advocaat betalen. Maar je kunt dan ook een dwangsom vragen van elke dag dat je te laat bent of dat de land te laat is met het implementeren van het beleid, moet je mij betalen, want ik verlies. Toch? Dus dat soort van zaken spelen ook. En ja, in dat kader heb ik dat dan opgebracht van er wordt aangehouden van SPS en zo, maar er zijn andere belangen die spelen. Het gaat echt niet om SPS. En degene die het naar voren bracht, had het dan ook over hele oude wetgeving en zo. Maar de betrokkenen komen uit het land waar dat geldt. Snap je? Dus vandaar dus dat ik dan ook die opmerking heb gemaakt. Als ik het goed begrijp, is het dan, want u zei van, er is de private sector, wanneer, u zei van, when they want to compete, and when it's not in their interest, there's almost a war between the politicians, or yes. Do you mean a war with the politicians? Between at the table. Wat ik bedoel is, dan ga je naar een regionale vergadering, ja? En dan, ik kan voorbeelden nemen, honing, cement en zo. In het verleden hadden we ook rijst. Waarbij dan echt politici tegenover elkaar staan. Hè? Want je moet dan de belangen behartigen van die private sector uit jouw land. Daar gaat het om. Mm-hmm. Ik wil die honing niet in mijn land. En dan moet je van alles en nog wat naar voren brengen. Om te voorkomen dus dat honing niet in jouw land wordt geïmporteerd. Wij hebben het in het verleden ook gehad met meel, bijvoorbeeld. Of met cement. Ja? Het is niet de minister die cement importeert. Het is niet de minister die meel importeert. Het is de private sector. Ja? We hebben het ook gehad met red beans, bijvoorbeeld. En wanneer je dan met een bepaalde periode komt van, we kunnen je die protection geven, om het zo te zeggen. Dat in een bepaalde periode we geen importen gaan toestaan. Ja? Dan ben je bezig, dus defensief. Je gaat verdedigen. Je gaat protectionisme toepassen. Dus als vanwege het bedrijf. Mm-hmm. Toch? Maar dan krijg je weer dat de private sector zegt, nee, maar niet een jaar, want we hebben een overeenkomst, weet je, van dat we moeten afnemen voor 5 jaar. En we hebben geïnvesteerd al voor 5 jaar. Wat doet die minister? Snapt u? Wie heeft er niets mee te maken? Ja, maar de politici worden onder druk gezet. Want je private sector zegt je van, maar ik heb al een overeenkomst gesloten, weet je, om af te nemen voor 5 jaar. En er is een dwangsom in dat als je nu zegt van na een jaar stop je en ik heb al geïnvesteerd, dan ga ik verliezen, weet je. En dan ga ik een boete moeten betalen en al dat soort van dingen komen ter sprake. Dus het is enorm moeilijk als je, wanneer je onderhandelt, en dat is ook ter sprake gekomen, wanneer mensen die onderhandelen niet alle know-how hebben, alle kennis hebben van wat er echt speelt in je eigen samenleving, dat is één, maar ook wat er speelt daarbuiten in de regio. En het is ook gezegd, moeten we niet gaan in plaats van protectionisme, defensief, moeten we niet gaan in het offensief. Moeten we niet verder gaan kijken. En ik heb ook gezegd vandaag, dus u zei van ja, ik was een beetje fel, maar in het verleden heb ik het ook gezegd en ik zeg ook, het verdrag heeft dat als een beginsel.
we moeten niet alleen kijken naar Suriname, we moeten niet alleen kijken naar de regio. We moeten daar buiten gaan. We moeten international competitive zijn. En dat heb ik gevraagd. Als je international competitive wordt, dus je kunt internationaal concurreren, dat dan dezelfde organisaties die hier zijn, ECLAC, Competition, en UNFP en zo, dat ze ons dan helpen om international competitive te zijn. Want ik weet zeker dat als je international competitive bent, dat je dan ook in de regio kunt concurreren en kunt afzetten. Dan kan men niet komen met SPS en al dat soort van toestanden. Dus dan is de link direct gelegd voor die assistentie die men dan kan geven aan een lidland om dan internationaal dan competitive te zijn. En ook met betrekking tot het product, als het nou een dienst is of een goed is, dat het ook kwalitatief, weet je, dus voldoet, in de markt, in de markt kan gaan. Dus in dat kader, je moet de linken natuurlijk leggen met elkaar, is dat zo ter sprake gekomen.